Hoi allemaal, in deze video ga je zien hoe ik allemaal puzzeltjes ga maken met deze meugel. De spijkers denk ik aan Bessie van Katy Perry's meugel in. En ja, dat soort dingen. Dus, let's go! Weet je wat het is? Je kan zoveel dingen maken met een beugel. Het hoeft niet alleen een fashion item te zijn. Het kan ook gewoon wat toevoegen aan een kostuum. Daarom dacht ik, het is zo gaaf als je met wat pluiken eigenlijk een nieuwe dingen uitprobeert. Kan je eigenlijk ook een cosplay maken. Dat soort dingen, dat wil ik uit gaan proberen. Oké, okay, pruik moet nog even beter zitten, maar nu natuurlijk de beugel. Ik denk eigenlijk meteen aan een soort schoolgirl-achtige type. Een soort personage heb je gelijk. Maar ik heb nog veel meer pluiken, dus laten we even kijken. Tada! Heel ander gezicht, toch? Dit is toch top voor een feest of zo? Nu ben je zo'n geekie-achtig stoer meisje. Vind ik eigenlijk wel stoer van. Weer een heel ander type, zie je? Ja, nou, kun je zo'n skatermeisje met beugel maken. Cool. Doe ik deze met de blokbeugel. Oh, dat is wel een beetje een glimmende pruik. Zo, en dat was hem alweer, de allerlaatste vlog, er waren drie in totaal. Ik hoop dat je het interessant vond om te zien. Ik vond het zelf wel heel erg interessant om een keer mee te maken. En nou, super gaaf natuurlijk voor je outfit, maar ook dus voor een feestje. Wil je nou ook een beugel, ga dan naar de site van Beugelplezier. En ik ben benieuwd naar wat jullie gaan bestellen. Doeg!